Welkom bij een nieuwe aflevering van Bodybuilder naar Triatleet. We zijn nu in Amsterdam. We zijn bij Swim Gym. Swim Gym is een gym waar ze onder andere personal training geven en groepslessen geven in zwemmen. En ze maken ook een hele mooie zwemanalyse. En wat kan ik nou goed gebruiken om goed te kunnen zwemmen? Is een zwemanalyse zodat ik exact weet van hoe ik mijn techniek kan verbeteren in de aanloop naar die Ironman toe. Want zwemmen is natuurlijk een heel erg belangrijk onderdeel ervan. Het eerste onderdeel, 1,9 kilometer, moet ik gaan zwemmen. Dus dat vergt nogal wat energie. Het is trouwens het onderdeel waar ik het meeste tegenop kijk. Omdat ik denk van dat ik daar de meeste kracht in kwijt zal raken. En ook dat ik nog de minste techniek daarin heb in vergelijking tot wielrennen en hardlopen. Dus we gaan hier naar binnen. Ik ben heel nieuwsgierig wat het is. Ik krijg een personal training van Kenkhuis, bekend als Olympisch zwemmer. Dus ik ben benieuwd wat er uit die analyse gaat komen. Of hij net zo schokkend is als mijn topsportmedische test, dat weet ik niet. Ik hoop het niet. Ik heb natuurlijk wel wedstrijd gezwommen toen ik 18 jaar was in Amerika. Dus ik neem aan dat de techniek nog wel een beetje goed is. Maar het gaat er met name om die lange afstand van 1,9 kilometer zwemmen. En als je techniek nou eenmaal goed is, dan kan je ook wel die afstand denk ik goed overbruggen. Dus ik neem jullie mee naar binnen. Ook deze test gaan jullie helemaal zien van mij. Let's go! Nou, daar staan we bij Swim Gym. We staan hier binnen samen met Johan. Johan, jij hebt ook meegedaan met veelvuldig meegedaan met de Olympische Spelen. Klopt, toch? Twee keer. Ja. Welke afstanden heb je daar gedaan? Alle sprintafstanden. Dus van tussen de 50 en de 200 meter. En in Sydney in 2000 brons gehaald met de 4 keer 200 meter. En in Athene zilver met de 4 keer 100 meter. Mooi. Ja, dus mooie tijd was dat. Ja. En nu ben je doorgegaan eigenlijk in het zwemmen en ben je terechtgekomen bij Swim Gym. Of is Swim Gym van jou? Of is Swim Gym is van mij. Swim Gym, dat is enerzijds is dit het zwembad hier in Amsterdam. Het eerste trainingsbad voor echt amateurzwemmers of recreatieve zwemmers die coaching willen, die begeleiding willen. Die willen weten wat ze moeten doen om betere zwemmers te worden of triatleten. We hebben heel veel triatleten hier ook. En anderzijds is dat ons coachingplatform, swimgym.com, waar je overal ter wereld onze programma's kan volgen, zowel conditioneel als technisch. En dat doen we nu zo'n 3 jaar en dat gaat hartstikke goed. Ja, zoals je ziet, heel veel mensen in het bad. En al deze mensen van wat je zegt, die hebben allerlei specifieke doelstellingen eigenlijk. Ja, de een gewoon voor recreatief, de ander in voorbereiding voor een Ironman of een triathlon. Ja, zoals jij. Ja, zoals ik. Ja. Ja, iedereen die hier is heeft wel een ambitie. En dat kan zijn dat je de borstcrawl echt wil leren. In Nederland zijn we heel goed in schoolslag, want dat leren we allemaal bij het zwemlessen. Maar de borstcrawl is nog wel een ander dingetje. En er zijn heel veel mensen die wens hebben. Nou, daarmee hebben we een hele grote groep die we kunnen bedienen. Daarnaast hebben we heel veel zwemmers die gewoon iets meer uitdaging willen, die meer begeleiding willen, gewoon 2 keer in de week lekker willen trainen. Want zwemtraining en natuurlijk wel ervaren is iets anders dan gewoon baantjes zwemmen heen en weer. En daarnaast hebben we heel veel fanatieke triatleten die zich voorbereiden op hun race. En dat loopt uiteen van een sprintafstandje tot een paar atleten die mee hebben gedaan in Kona in Hawaii, die hier trainen. Ja, dat is super tof om te doen. Ja, gaaf. En jullie trainen ook volgens bepaalde methodieken. Dus het is niet alleen maar afstanden zwemmen, maar ook heel intensief. Techniek en conditioneel. Ja. Zwemmen is, en dat is denk ik jouw grote uitdaging als krachtsporter zijnde. Zwemmen is aan de ene kant heel technisch. En krachttraining is natuurlijk ook wel technisch. Hè? Vooral bepaalde elementen en de uitvoer is super belangrijk in elke sport. Het nadeel is dat je het zwevend moet doen en horizontaal. Dus je ligt in een vloeistof. En je werkt met water. En water is op zich helemaal niet zwaar. Nee. Dus je moet weten hoe je daarmee omgaat. Om jezelf zo efficiënt mogelijk in het water te houden. En ook nog eens goed vooruit te komen. En daar werkt kracht soms eerder tegen dan met. Dus daar ben ik heel benieuwd naar bij jou hoe dat zit. Want ik weet nog wel goed, toen ik in Amerika zat, daar heb ik toen wedstrijdzwemmen gedaan. We hebben altijd gezegd, het gaat er niet om van hoe snel jij je slagen doet, maar hoe effectief je slagen zijn. Ja, het is eigenlijk een combinatie van. Ja. Kijk, jij gaat een lange afstand zwemmen. Ja. Dus je zal op een heel rustig tempo jouw zwemafstand doen. Dus 1,8 kilometer? 1,9. 1,9.
ben je sprinter zoals ik, 50 meter, dan is het een kwestie van zo snel mogelijk je armen ronddraaien, maar wel zo efficiënt en effectief mogelijk. Ja. En ja, dat vergt heel veel trainingsarbeid om die combinatie goed te hebben. En daarom trainen wij 20 uur in de week, omdat zwemmen gewoon niet iets is wat wij mensen op een hele natuurlijke manier doen. Hè, we moeten dat aanleren. En wil je dat zo goed doen, ja, op Olympisch niveau, dan zul je dat dagelijks een aantal uren moeten onderhouden om dat gevoel met dat water te houden. Ja. Want dat verlies je ook weer heel snel. Dus, want jullie maken ook iets van een videoanalyse. Ja, gaan wij ook doen. Ja. Ja, aan de ene kant moet je het allemaal kunnen voelen. Dus wat wij hier doen is ook echt mensen coachen met woorden en zodat ze het gaan voelen wat ze goed of fout doen. Aan de andere kant is het ook heel goed om af en toe te kijken. Met name onder water, wat zie je wat je daar eigenlijk? Wat ziet er allemaal? Want dan gaat het hier bij jou ook klikken en dan weet je wat je moet doen. Maar het is wel echt een combinatie van kijken en voelen, omdat je met water speelt eigenlijk. En ja, dat maakt het ook mooi en dat maakt het ook dat je eigenlijk altijd kan werken aan je techniek. Ja. En het leuke is, omdat water je enige weerstand is, hoe beter je techniek wordt, hoe beter je dat water kan verplaatsen. Hè? Hoe meer water je pakt eigenlijk, hoe zwaarder het wordt. Dus hoe beter je techniek, hoe beter je traint eigenlijk, op fysiek. Ja. Ja. Nou, ik ben heel nieuwsgierig van hoe mij dit afgaat. Laten we maar lekker van start gaan. Je hebt wel een beetje weerstand, dus we gaan een beetje stroomlijnen, denk ik. En, hey, we gaan gewoon eerst even beginnen met een warming-up hier. Ja. Zodat ik even kan zien waar je staat. Ja. En dan gaan we van daaruit verder. Op het droge. Heb je een badmuts bij? Ik heb een badmuts mee. Oh, hartstikke goed. Van mijn vriendin heb ik. Grapje. Nee, ik ga er eentje van. Oh, een goede, een professionele voor je regelen. Zo, het condoompje zit op mijn hoofd. Al die weerstand tegen je schuine lichaam in het water, ja, en dat is extra zwaar. Dat gebeurt er dus als je je hoofd optilt. Leg je hoofd neer, kom je voeten hoog, ja, dan ben je vlak in het water, heb je bijna geen weerstand. Op 1,9 kilometer scheelt dat een paar minuten. Ik voel een beetje nattigheid hoor, met de techniek. Oh. Maar, ik maak me wel een beetje zorgen om 1,9 kilometer hoor. Dat wordt wel even een afstandje. In gedachten, dan ziet het er altijd heel erg mooi uit. Zeg. Ja, hè? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, toen ik je binnen zag komen, dacht ik, nou, dit wordt houtwerk, ramwerk. Maar er zit genoeg basis in. En ik geef je echt oprechte hoop. Je bent op tijd begonnen. Ja. En dat is goed. Er is nog wel hoop te winnen, met name. Maar ik denk wel dat je daarin zal slagen. Nou, als we nou heel even kijken. Deze lijn, die is natuurlijk horizontaal. En als je kijkt naar jouw eigen lichaamspositie, dan heb je net geademd, dan zie je al dat je voeten liggen behoorlijk diep. En je hoofd ligt in principe relatief hoog. Namelijk, die is met je bovenrug behoorlijk aan het water op het vlak. En dat heeft te maken, als we dan net ietsje eerder zijn, met dit. Dus bij de ademhaling, dat je dan je hoofd optilt. Wat ik al zei, je hoofd is zwaar, 6, 7 kilo. Op het moment dat je dat uit het water tilt, dan ga je met deze arm ga je op zoek naar steun, want ik wil omhoog. Je wil niet omhoog, je wil naar voren. Ja? En je wil vooral het water het werk laten doen, namelijk lekker rustig liggen. En alles wat je doet moet vooruit gaan, niet omhoog. Eigenlijk qua overhaal en doorhaal, ja, heb je wat flexibiliteit, zeg maar, in je schouders? Ja, kun je even zo doen? Oh nee. Het valt me niet tegen, maar hier zit natuurlijk super veel spanning nu. Ja. He, dat is gewoon door je krachttraining. Eén tip voor het zwemmen, ga hangen aan dingen. Ja, weet je wel? Leuk om te filmen ook. Ja, ja. Nee, maar dead hangs. He. Dus gewoon aan een bar gaan hangen en dan 3 keer of 4 keer 30 seconden helemaal op ontspanning.
zodat deze spieren, deze lange spieren, die moeten wat flexibeler worden. Ja. Want daarmee wordt je slag wat soepeler. Dat eigenlijk voor alles hoor, ook van hamstrings tot de rug. Ja, met hardlopen natuurlijk ook zo. Fietsen is relatief redelijk. Al zeggen ze wel met het fietsen, omdat je zo zit of ligt, houding. Dat je hamstrings ook wat langer moeten, zeg maar, dan dat ze nu zijn. Ja. Anders hou je alles continu onder spanning. We gaan eens even onder water kijken. Dit is natuurlijk heel diep. Ja. En dat heeft enerzijds met je hoofdpositie tijdens de ademhaling te maken, maar ook wel weet je hoe je je benen moet gebruiken. He, dus minimaal energieverbruik, maar toch wel in beweging houden. He, nu doen ze wel wat, maar ook weer niks, zeg maar. En dan zinken ze gewoon. Dus daar gaan we ook mee aan de slag. Dat je hoofd ontzettend optilt bij de ademhaling. En dit is nu naar de zijkant. Ja. Je hoofd blijft eigenlijk in het water. De lijn met je lichaam is veel rechter als je kijkt naar de lijn erboven. Ja. Die gele lijn. Dus je hebt een boeggolf hier. Die breekt over je hoofd. En achter een boeggolf komt altijd een luchtzakje. En daar kun je inademen. En daar moet je op vertrouwen. Oh. En dat deed je dus ook. Ja. En dan gaat het een stuk makkelijker. En dan zie je ook dat je voeten nagenoeg bij het wateroppervlak liggen. Ja. Zie je dat? Ja, de helft van mijn gezicht lijkt nu ook gewoon in de helft. Ja, precies. Hier, dit is goed. Dit willen we af en toe hebben. Dat je voet echt even een plonsje maakt. Hier zie je wit opspattend water. Hier. Dat betekent dat je voeten aan de oppervlakte zitten. Ja, dat was net niet. Sleurden ze bijna over de bodem. En nu hier ook weer. Ze komen gewoon regelmatig aan het wateroppervlak. Dat betekent dat je hele lichaamslijn vele malen beter is. Net was deze lijn echt zo, hè? En dat voel je dan ook meteen. Want het voelt gewoon makkelijker. Je hebt minder weerstand. Heel simpel. En zwemmen uiteindelijk is maar twee dingen. Je hebt stewing. Wat doe je met je armen en je benen om vooruit te gaan? De patronen die je doet onder water. En je hebt weerstandsvermindering. En dat is je lichaamspositie. Dat zijn de twee elementen. Dus als je je stewing optimaliseert en je weerstand vermindert. Dat is waar wij dagelijks mee bezig waren. Hoe kunnen wij sprinten, zo energiek mogelijk bewegen, maar toch zo strak mogelijk in het water. Ja, man. Goed. Super, hartstikke goed. Dankjewel. Nou, ik heb de slag wel te pakken. Oh, dit was wel eventjes even leerzaam hoor. Ik kan niet verwachten dat het nog zoveel aan schortte aan mijn techniek. Maar mooi om te zien dat ik toch alweer stappen heb gemaakt. Alleen we hebben nog wel een lange weg te gaan om ook echt die zwemtechniek echt goed op orde te krijgen. Maar goed, we weten nu waar we aan moeten werken. We hoeven niet als kip zonder kop te gaan zwemmen en niet weten van wat we moeten doen. Heel veel tips en tricks meegekregen. Ik krijg ook nog even een sneak peek in een database met allerlei verschillende oefeningen. Die ik kan doen om mijn techniek nog meer te kunnen verbeteren. Dus ja, de rugzak is er volgeladen met allemaal tips, tricks en informatie en kennis. Dan kunnen jullie zo nog even dat fotootje zien van de voor de trainingfoto en na de trainingfoto van hoe anders ik in het zwembad lig. Ik was er wel heel content mee om dat te kunnen zien. Maar goed, wij gaan nu weer aan de slag. Morgen staat fietsen op het programma. Dus ja, we gaan weer gewoon verder met de voorbereiding van de Ironman. Dus houd deze documentaire reeks in de gaten van bodybuilder naar triatleet. Want elke week, maandag om 6 uur, komt in ieder geval een aflevering online van deze transformatie. Druk nog even op de abonneeknop. Subscribe. Geef comments. Geef reacties. Like de video. Laat me weten van wat je ervan vindt en wat je nog meer zou willen zien in deze reeks. Ik zie jullie bij de volgende video.